De eerste reguliere uitzending van Top 2000 Agogo op Pol 3 heeft ervoor gezorgd dat This Is Del Life, de inmiddels 10 jaar oude hit van Amy MacDonald, weer in de belangstelling staat. De single wordt sindsdien weer volop gedownload, iets wat de Schotse zangeres ook is opgevallen. Werd wakker met vele berichtjes uit Nederland en nu blijkt dat 10 jaar nadat het op nummer 1 stond, This Is Del Life weer in de Nederlandse iTunes top 5 staat. Schreef de zangeres met een lachende emoticon op Twitter. Probeer dat liedje maar eens te ontvluchten. In Top 2000 Agogo met Maties van Nieuwkerk en Leo Blokhuis werd een mini-documentaire uitgezonden over Amy MacDonald's succes met This Is Del Life in 2008. Het nummer werd in Nederland een hit waarna de rest van Europa volgde.